hallo dan, verzamelaars, collectors, liefhebbers, geeks, freaks, levensgenieters en alles ertussenin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Retro Frank, de collectorsbaard. Ja, vandaag heb ik weer een leuke unboxing voor jullie, alleen een ander soort unboxing dan jullie misschien wel gewend zijn. Want ja, laten we eerlijk zijn, de laatste tijd eigenlijk bijna altijd zijn Transformers. Met een enkele uitzondering daar. En die uitzondering, ja, het moet wel een hele gave uitzondering zijn voor ik daar wat mee wil gaan doen. En nou, dit keer heb ik er dus eentje. Ik heb een hele gave uitzondering. McFarlane Toys heeft namelijk een super, super gave Lobo uitgegeven. En niet alleen een super gave Lobo, want die had ik stiekem al in de kast staan daar zo. Maar goed, ja, deze Lobo heeft naast een shitloads aan accessoires, heeft die Dog erbij zitten en hij heeft zijn legendarische Spacehawk erbij zitten. Dus ja, weet je, dit is iets, dit wil ik gewoon graag met jullie vertellen natuurlijk. Nou, Lobo, voor degenen die hem niet kennen, het is dus een character van DC, geïntroduceerd in 1983 in Omega. Daar is hij op de cover heeft hij hij is op de cover geweest. Hij is daar geïntroduceerd als character. Hij is later opgepakt door Keith Giffen, Alan Grant en even kijken, Simon Bisley heeft er zijn visie op gegeven, om er maar even een paar te noemen. Vooral Keith Giffen is mij heel erg bijgebleven. Lobo is namelijk in de jaren 80, ja, een beetje een bijkarakter geweest. In Legion heeft hij een rolletje gehad. In Omega Man heeft hij een rolletje gehad. Just League International is je te zien geweest. Alleen in de jaren 90 is hij pas echt goed naar voren gekomen. Want in de jaren 90 heeft hij zijn eigen serie gekregen. Zijn eigen miniserie. En van daaruit is het, nou ja, bergafwaarts of bergopwaarts gegaan, hoe je het maar wil zien. Giffen onder andere, hij is een van de, wat mij betreft, verantwoordelijke voor hoe Lobo neergezet is. Het is namelijk een badass, ceremoniaal, psychopaat, seksist, noem het maar op. Alles wat in de jaren 90 gewoon fout was, is dit karakter. Je kan het zien als een anti-held of gewoon een bad guy aan zich. Hij is niet echt een bad guy, het is gewoon een bounty hunter. Bounty hunter for fun and profit. Hij moordt er lekker op los. Hij is onsterfelijk, niet te doden. Van die ene miniserie zijn er meerdere miniseries geweest, crossovers geweest. Bijvoorbeeld te geven Lobocop, we gaan nog even terug, Lobocop bijvoorbeeld, hij is met Demon heeft een crossover gehad, een American Gladiators crossover en allemaal meer van dat soort ongein comics waarin je zoiets hebt van waar gaat het over. Nou, hetgeen waar het in ieder geval voorop staat is de humor, want het is echt hilarisch, zo fout dat het leuk is en stiekem, ik hou ervan. Kan het nu in deze tijd nog steeds? Denk het niet. Karakter als Lobo kun je nu niet meer introduceren. Maar goed, in de jaren 90 kon het. En het is vooral allemaal tongue-in-cheek. Het is niet serieus. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Hoe seksistisch, hoe psychopathisch Lobo ook is. Het is een karakter die zichzelf niet serieus neemt. Nou ja, hij misschien wel. Maar de schrijvers nemen hem niet serieus. Tenminste niet op die manier. En dat maakt het gewoon hilarisch. Het is echt een jaren 90 karakter waar ja, waar ik en vele anderen echt over haalde. Dus nou, genoeg over de introductie met Lobo. We gaan de doos unboxen. We gaan de toy bekijken. En we gaan eens even kijken wat voor gaas McFarlane gemaakt heeft. Met niet alleen Lobo, maar dus ook Dog en de Spacehawk. Nou, als McFarlane een special uitgeeft, dan is het ook echt een special. Godsamme, wat een mega unit is dit zeg. Ja, dit is gewoon echt een grote doos. Mooi gedaan, je ziet hier ook wel. Even kijken of we het kunnen krijgen op de camera. Hop. 21 inch, 53 centimeter, zie je net niet. Maar goed, het gaat natuurlijk ook niet om de doos, het gaat om wat erin zit. Je ziet hier al een andere headsculpt van Lobo die erbij zit. Met Dog in de sidespan. Nou, aan de achterkant een beetje instructies. Hoe je met elkaar zet, zullen we vast nog wel even nodig hebben. Tenminste, ik dan. Hop. En hier zie je ook een beetje wat erbij zit. Zijn gitaar, andere headscopes. Nou, hier zie je dus inderdaad de Hawk al met Dog in de zijspan. We gaan er gewoon eens uit halen. Eens kijken wat voor gaafs we nu weer te showen hebben. Nou, eenmaal uit de doos. Wat een unit.
Maar, zoals aangegeven, some assembly required. Niet zo heel veel. Dit onderdeel moet je hier aan de voorkant erop zetten. Om dan vervolgens hier aan de zijkant vast te kunnen klikken. Hop. En hetzelfde geldt voor de andere kant. That's it. Zo heb je de motor. Maar uiteraard is er een stand bij waar de motor op kan staan. Om het net ietsjes makkelijker te maken. Aan de onderkant heb je ook een pin voor. Waar deze mooi in kan. En zo heb je Lobo's Space Hawk. Nou, niet al te ingewikkeld, gelukkig. Ja, het ziet er wel gaaf uit trouwens hoor. Als we op de Space Hawk ingaan, dit is echt wel een unit zeg. Godsamme, ik heb wel eens vaker figures met motoren gezien of vehicles. Maar dit is echt wel next level. Godsamme, wat een unit is dit. Moet je eerlijk zeggen dat ik even niet weet in welke comic van Lobo de Space Hawk geïntroduceerd is. Hij heeft ook meerdere motoren gehad door meerdere artsen weergegeven, zo gezegd. Het ziet er gewoon erg gedetailleerd uit. Wat ik wel weer jammer vind, nu ga ik even op een stukje minpunten in. Is dat, even focus krijgen hier natuurlijk. Ja. Kijk, deze schedel ziet er netjes uit, maar gaat nog wel iets meer detail mogen krijgen wat mij betreft. We hebben het over Space Hawk, hè? Doe even een beetje grom hier erop of zo. Of een beetje wat bloed hier bij de tanden. Of hier nog net even een beetje wat effecten. Ogen dan wel. Ook de ster heeft een iets ander kleurtje. Op zich netjes, maar had net iets meer gemogen wat mij betreft. Nou, op naar de accessoires. Want, je zag het al bij de doos. Er zit een gitaar bij. Waarom een gitaar? Ja, onze Lobo is natuurlijk een death en black metal fan. Hij maakt natuurlijk ook zijn eigen grindcore baggerherrie. Dus dit hoort er gewoon bij. Dit is een leuk extraatje wat erbij zit. Ook een plekje voor gegeven op de mount waar hij opgezet kan worden. Even kijken. Dat zie je natuurlijk nu niet op camera, maar laat ik wel even zien. Want je kan hem hier mooi op de mount erbij zetten. Zodat Lobo die niet vast hoeft te houden. Uiteraard als figure zijn, dan kan hij hem ook vasthouden. Accessoire 1. Accessoire 2 vind ik zelf een heel belangrijke. De hond van Lobo. Dog. Ja, als je over een lelijke hond hebt. Als je het Lobo vraagt, dan is het niet zijn hond. Wat hij keer op keer bewezen heeft. Zelfs nog een keertje tegenover Superman. Terwijl hij Dog dus helemaal doodslaat. Gelukkig even laten zien we Dog weer. Dus wat hij echt met de hond gedaan heeft, zullen we nooit te weten komen. Maar ook de hond van Lobo is als accessoire meegekomen. En kun je mooi op de motor zetten. Want laten we eerlijk zijn, Dog rijdt mee. Komen we aan bij The Main Man zelf. Nou. Lobo zoals we Lobo kennen. Leren jekje, maniacale glimlach. Hier heeft hij uiteraard zijn vleeshaak en zijn ketting. Nou, dit is wel echt Lobo zoals we hem kennen hoor. Laten we eerlijk zijn. Super gaaf. Beetje wat schedels. Spikes her en der. Zijn traditionele shirtje met Bite Me Fanboy. Ja. Enthousiast, enthousiast. Dit is Lobo. Zoals aangegeven, is er een all-knit head bij. Een beetje een nog maniacalere Lobo, zo gezegd. Even de focus krijgen op het andere hoofd. Kom. Dit werkt beter. Volgens mij is dit hoe Simon Bisley hem ooit een keertje weergegeven heeft. Ik weet het niet helemaal zeker. Hoe dan ook, past er ook perfect bij. Goede headsculpt. Maar, ik ben enthousiast over deze figure, maar aan de andere kant ook een klein beetje teleurgesteld. Bij de introductie gaf ik het al aan. Ik heb namelijk Lobo al staan van McFarlane Toys. Dit is niet de eerste die ze uitgegeven hebben. Dit is namelijk de tweede. En hij is op de headsculpt na exact hetzelfde. En dat vind ik jammer. Dat vind ik een beetje een cop-out. Had er dan iets meer mee gedaan. Op deze manier heb je twee keer dezelfde figure. Maar dan met verschillende headsculpts. Dus eigenlijk heb je twee keer de figure met drie headsculpts. Ja, dat is jammer, vind ik dan.
voor mij hoeft het niet zo dat je een figure 2-3 keer in een collectie hebt. 1 keer vind ik al meer dan voldoende. Dus op zich, ik was van plan om deze lowball te houden en deze dan weg te doen. Ja, nu omdat ik toch ook deze headscope wel gaaf vind, ben ik bijna genoodzaakt om hem te houden. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Vind ik jammer. Om toch nog even op een paar minpunten in te gaan. Nou, niet over deze headscope, by the way. Ja, nou, misschien wel. Misschien wel. Zowel bij deze headscope als bij deze headscope als bij deze Lobo. Ik ga het gewoon even aangeven, want Lobo is een bad boy uit de jaren 90. Nou, hij gedroeg zich als een bad boy, zag eruit als een bad boy. En een van de aspecten van hem is dat hij sigaren rookt als een malle. Had er gewoon een sigaar bij gedaan als extraatje om hem dus te laten roken. Waarom niet? En ja, hoe fout het ook is, dat kan echt niet meer in deze tijd. Hij had een Iron Cross. Ik heb hier nog een oudere Lobo figure ergens staan. Ik zal niet zo snel niet weten waar. Misschien heb ik er ooit nog eens een ander filmpje laten zien waar hij dus de Iron Cross heeft. Nou, oké, dat kan ik me voorstellen dat het niet meer kan. Maar goed, had hem iets anders gegeven of zo. Een andere necklace. Nou, we gaan eens kijken hoe hij op de Spacehawk zit. Want dat is natuurlijk ook wel weer interessant. Dat is altijd wel leuk, hè? Ik voel me gewoon net een klein kind weer met dit soort dingen. Een beetje met het speelgoed spelen. En hopen dat je niks breekt. Dus dat had ik vroeger altijd. Je ziet al, dit is echt hard plastic. Niks mis mee. Maar je krijgt de hand er niet snel en makkelijk omheen. Ik zie dat mijn hoodie er ook nog voor hangt. Nou, trek hem iets naar voren. Ook geen probleem. Nou. Dat gaat nog niet meteen zo even makkelijk lukken. Weet je wat? We zetten het filmpje even op pauze. Tenminste, ik zet hem even op pauze. En ik laat jullie zo zien, over een paar seconden, hoe hij er dus op de motor uitziet. Nou, dat ging snel, toch? Nou, voor jullie wel. Voor mij duurt het iets langer. Op zich geen probleem natuurlijk. Want je wil hem gewoon wel goed posen. Een character als deze moet er gewoon goed uitzien. En hij hoort natuurlijk zijn Spacehawk te bereiden. Ik heb meteen even van de situatie gebruik gemaakt door de andere headscope erop te zetten. En hem zijn welbekende chain en hoek te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze headscope vele malen gaaf vind. Ik vind hem er heel goed bij passen. Dit is echt wel de maniacale Lobo zoals ik hem ken. Ja, dog erbij. Super gaaf. This is growing on me. Ondanks een paar kleine details wat ik in de intro, of tenminste in de intro in het filmpje al aangaf. Ik vind dat de paint, daar had hij wel meer paint op gemogen. Ook de gitaar had iets meer detail mogen krijgen. Ik laat hem nog heel eventjes zien. Hier, dus de gitaar, ook hier net iets meer aandacht aan besteed mogen worden wat mij betreft. Maar al met al is dit gewoon een hele, hele gave toy. Ik durf gerust te zeggen dat dit van 2023 een van mijn favorieten is van die uitgekomen is. Super gave Lobo. Ik ben heel blij met het feit dat er meerdere headscopes bij zitten. Want dit is gewoon wel echt een... Ja, oh, eventjes nogmaals de focus. Ja, hoe gaaf ik de eerste versie van Lobo ook vind. Deze is gewoon vele malen beter. Niet het blauw in het haar. Hij ziet er gewoon veel meer evil uit. Veel meer maniacaal. En dat is hoe ik Lobo wil zien. Ja, en badass motor. Kom, als je het over een chopper hebt. Dit is toch gewoon gaaf. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben om ook een keer wat anders te zien op mijn kanaal. If not, of wel, laat het even weten in de comments. En hoe dan ook. Thanks for watching. Tot de volgende. Thanks for watching. Till next time.